eten vind ik zelf echt heel leuk. Jij? Ik word al zwak. Oh my god, wij gaan zo dik worden. Wat heb jij? Ik word ook echt zelf. Ik heb hamburg klassico. Is een beetje een uit de hand gelopen grapje. Zoals de echte naam hoor zo. Heb ik weer een Frans gedaan met jullie? Want we zijn samen met Sjors in. We zijn in het hotel Turco Park in Magatamar. En zoals jullie al horen, ik ben super enthousiast. Ik ga nu even een roomtour geven van ons hotel. Nou, hier komen we binnen. Dan loop je hier binnen en dan heb je echt een hele mooie grote douche. Hij is echt groot, echt heel erg fijn. Dan hier de badkamer, spiegeltje. Alles alvast goed gesorteerd, onder ook. En hier de wc. Dan lopen we hier. Daar is Sjors. En hier is echt een super groot spiegel. Ook echt chill. Dan hier ook een grote kledingkast. Heb ik ook alles al gesorteerd. Hier ook, al van mijn Sjors zit gewoon samen. Oké, dan lopen we hier door. En dan hebben we hier een bed, twee persoons bed. En echt super mooi behang. Het is echt heel erg mooi, dit hoekje zo. Oh, kijk. We zagen nu net toevallig die trein. Want hier tegenover ons zit dus een trein. Waarmee we dus naar alle stadjes kunnen. Dus dat is wel chill. Kijk. Ik kom hier buiten. En er staan allemaal palmbomen hiervoor. We hebben niet zo'n heel groot balkon. Maar groot genoeg voor ons. Echt een hele mooie kamer. Ik ben er echt heel blij mee. Hey, ja? Dus je moet daar even naar zoeken maar water aan hebben. Ja, slim. Ja, dat hebben we wel nodig, hè, want ik ken hier uit deze kraan drinken. Worden we ziek. We gaan meteen eventjes het hotel bezoeken. Even helemaal rondkijken wat er allemaal te doen is. Ik ga sporten, dus ik ga iedere dag sporten. Ja, wij gaan iedere dag sporten. Dat is hier sportschool. Dat is lopen. Dat is echt niks voor ons. Dag. Van 8 tot 10 is dus ochtendeten. Van 1 tot 2 is het lunch. En dan van 7:15 tot 9 is het avondeten. Dit ziet er wel echt vet uit hoor. Kijk dan, ze hebben alles een beetje met die marmeren stijl. En wow, het is wel echt mooi. Kijk die trap ook. Hier is dus het eten. Doe normaal, kijk daar. Daar is sowieso al het snoepgedeelte. Mooie wc. Ja, dit is toch niet normaal? Dit is toch niet normaal? Ik vind het echt mooi. 2, 2, 4. Oh my god, thank you. Thank you. Wow. Kijk hoe cool. Nou, doe een trucje. Kijk, dit is de receptie, de balie. Echt ziek groot. Podium, barretje. Leuk. En het zwembad. Oh mijn god, ze zitten echt zo lekker te genieten. Hier is dus ook nog een barretje. We hebben dus een beetje twee barretjes. Dat is het hotel dus waar we in zitten. Nou, daar was het zwembad ook filmen. En daar is nog een klein baby zwembadje. Dan heb je hier echt een super groot veld nog. We hebben een lekkere cocktail. En deze is echt geweldig. Pina colada. Wat ik ook nog wil laten zien, ik heb een naadjes gedaan. En ik ben echt blij mee. Kijk. Kijk hoe mooi. Dit zijn dus mijn handen. Echt mooi. Matcht helemaal. Ah. Lekkere pizza erbij. Oké, eerlijk. Een pizza pepperoni wordt niet zo geleverd bij ons. Gewoon alleen pepperoni. Deze top. Zit hand bij. Ja, dat ziet er echt lekker uit hoor. Zo. Hi, we zijn weer terug in het hotel en ik ben net lekker gedoucht. Het is echt een fucking fijne douche. Het is echt niet normaal. Hij is echt groot en ja, gewoon heerlijk gedoucht. Wat ik nog heb ontdekt. Dit maakt de hotelkamer gewoon nog gaver dan dat hij is. Kijk, hier zit helemaal zo'n lichtrand. Nou, vet hè? Heel vet. Even naar de supermarkt. Even lekker eten halen en drinken voor hier in de hotelkamer. En om 7 kunnen we eten. Het is nu 6, dus ga ook even kijken wat er allemaal te doen is. Ja. Ja. Nou, we hebben ons eten. Sjors heeft het al op, maar
Het was heel trubbelig of zo. Wacht, ik kan het even via de ramen laten zien. Het is echt een ziek lange rij. Je komt er gewoon niet doorheen. Het is ook best wel klein. Of ja, klein. Ze hebben niet echt veel qua warm gerecht. Maar het snoep en het, de toetjes zagen er wel echt goed uit. Wel echt. Eten vind ik zelf echt een no-go. Jij? Jossie vindt alles vies. Zelfs de toetjes. Kijk, het is echt. Maar het is echt verschrikkelijk. Ik kan eigenlijk niet. Ik schaam echt dood. Maar. Ja. Nou, ik heb een heel bord met zoetigheid. Ja. De kans is gewonnen, denk ik. Ik zit hier bij een heel leuk tentje. Maar die cocktail zat eerst helemaal vol, hè, maar besef. Net zo groot. En we zijn lekker aan het kaarten, maar Jos is echt zwaar aan het vriezen. We staan met 2,8. Hè? Hoe heet het ook weer? Nee, toepen. We zijn ineens weer bij een ander tentje beland, omdat meneer is honger. En we hebben nu allemaal eten besteld, dus ja, lekker tapas dadelijk eten. Nou, dit is gerechtje 1. Zo, en nu hebben we dit er nog bij. Is ook echt lekker, man. Zo, goedemorgen. Het is weer de volgende dag en we hebben ons een beetje verslapen. Het plan was eigenlijk om 9:30 buiten te gaan en het is nu 11:30. Oeps, maar gisteren was ook best wel laat geworden, dus ja. Wij zijn helemaal klaar om te gaan naar Barcelona, want eigenlijk zouden we vandaag een stranddagje ervan maken. Maar het is eigenlijk helemaal niet zo lekker weer en het ging vandaag regenen en de zon schijnt helemaal niet. Het is een beetje bewolkt. Dus we hebben nu gewoon even alles aangedaan en we gaan nu die kant op lopen van het station. Ik zal even lopen, dan gaan we daar kaart halen. Gaan we even kijken of we daar ook iets kunnen ontbijten, want we hebben ook het ontbijt gemist. Ja, en dan gaan we gewoon een lekker dagje van Barcelona maken. Morgen wordt het ook niet zo heel lekker weer, maar daarna stond het weer van wel, dus hopelijk. Ik heb het hoedje van Shein aan, dan heb ik weer het topje van Stradivarius. Een broekje van ook Stradivarius. Schoenen of ja, slippertjes van Only. Die enkelbandje van Shein. Een tasje van Nuno Berg. We are in Barcelona. Het is echt zo mooi. We waren hier dus ook in. Oh, knapper. Nee, maar we waren hier dus ook in de Mai Vakantie. Maar toen was het niet zo mooi, omdat toen. De zon ook niet zo goed scheen en nu, ja, helemaal top. Oh, kijk daar, zie je die winkel? Waar? Daar. Zara. Oh, je had zo lang moeten wachten. Ja. Oh, die jongens die werden echt helemaal gek toen. Ja, die konden maar niet meer aan. Eerst zat hij daar. Volgens mij zijn er gewoon twee Zara's, hoor. Oké, goed. Dit is de andere kant. Oh, lekker. Kijk daar, hoe leuk. Het zijn allemaal van die tentjes en zo. Ja. Gezellig, hè? Ja, zeker. We zijn in de Zara en kijk echt hoe mooi. 3 verdiepingen. Nou, we zijn nu in ieder geval op de mannenafdeling. En kijk hoe mooi. Dit is gewoon die trap. Niet vet. Okay, we zijn in een soort van winkelcentrum. We gaan dadelijk ook nog naar Five Guys. Maar kijk dit. Hoe cool. Dat doe ik zo wel. Kijk dan, dit is helemaal zo'n. Waar gaat ze? Waar ben andere eigenlijk? Dat weet ik niet. Daar gaan we. Fuck niet, dat ik me gek. Woe! Zit je stil? Nee, ik ga niet zwaar, zwaar gewicht. Nee. Echt voor mensen die kapot haar of zo hebben of geverfd haar wat even niet goed is, gebruik Olaplex. Echt een tip van mij. Mijn haar was helemaal kapot en nu heb ik zo mijn haar geknutst en zo door Olaplex. Dus ja. Maar. Kijk de. Oh, joh. Oh, dit is echt leuk, man. Dit is stukjes. Ik wist niet dat ze hadden hier. Nee, ik ook niet. Is dit ook helemaal verborgen? Leuk, man. Zo, we hadden dus eigenlijk gedacht dat het niet warm zou worden. Maar toch wel. Ik heb ook even mijn hoed afgedaan, want hitte en zo wordt misschien nog een beetje bruin. We zitten bij de Five Guys. Oh, wat de fuck. Ik krijg gewoon één zo'n pakje. Oké.
En deze zwart je ook een hele tijd refreshen. Zo van de hele tijd weer vullen als je op is. En nu de burgers, oh my god. Oké dan. Oh, sorry. Oh my god. Je hebt echt gevonden, je hebt alles. Oh my god, kijk dit. Ik ga maar medium. Kijk, dat zie ik. Kijk, dat ik wil wel zwak. Maar je dacht, het duurt automatisch. Oh, lekker man. En? Ja, goed man. Je bent echt goed man. Zo. We gaan echt dik worden naar die vakantie. Zo, we zitten hier echt al een half uur te wachten bij het schijnstation. Het is nu al 6:30. Op 4 minuten en om 6:55 komt de trein die we nodig hebben. We zijn terug. Zo, en het begon echt fucking hard te regenen toen we eigenlijk net uit de trein kwamen. Het is echt net gestopt, maar het heeft echt geregend. Maar we waren dus wel lekker naar Amsterdam gegaan. What the fuck. We zijn dus naar Barcelona gegaan en het was echt heel erg leuk. En we hebben allerlei dingetjes gehaald. Ik begin bij Sjors. Sjors heeft echt heel leuke setjes gehaald. Dit broekje dus. Een wit broekje, een beetje een joggingsbroekje, want hij vindt die spijkbroekjes niet echt chill zitten voor daarna ook meer van dat ja, joggingspul echt. Ik wacht deze op. Dan heb ik ook bij de Zara dingetjes gescoord. Nou, onder andere dit topje, ook zo. En dit groen jurkje is ook echt zo leuk. Het is echt zo mooi. Moonwalk. Het staat je echt leuk. Ja, dat moet je echt doen. Ja, dat doen. Vergeet het elke keer. Ik heb ook mijn nieuwe jurkje aan. Dit ziet er wel echt goed uit. Lekker sangriaatje erbij. Nou, pak eerst af. Hoe ga je dat eten? Ik zou hem optillen. Ja. Niet laten liggen. je deelt die dingen. Oh, zo, we zijn weer lekker op het hotelkamertje. Ik was helemaal vergeten te vloggen, echt jammer. Want we zaten echt zo gezellig. We waren dus bij het hotel hier beneden gewoon. Maar dat was echt een superleuk bandje. En ja, ze waren maar aan het dansen. Oude mensen en zo, was echt super schattig. Het is alweer de volgende dag. En wij zijn op tijd wakker geworden. Het is 9:00 en wij zijn helemaal klaargemaakt. We zijn een keer op tijd wakker geworden, fijn. Want nu gaat de planning al goed. De zon... schijnt. Gaan zien als het lekker is, hè? Ja. Daarna gaan we meteen door naar de markt. Moeten we even precies kijken waar die is. Nou, we zijn aan het wandelen over de markt. Daar aan de andere kant was ook markt, maar we hebben niks gevonden. Want we vinden het allemaal een beetje net niet. En het is trouwens ook zo warm. Zie je normaal, dat hadden we ook echt niet verwacht. Warm, hè? Ja. We zitten hier lekker en ik heb een smoothie of iets. Heel lekker. We gaan nu even proeven. Oh, lekker. Die moet je echt proeven. Ah. Echt goed, hè? Zo. Valorada. Kijk, ik had deze kiwi. Kijk. Snap je? Wij zijn weer terug in onze hotelkamer. Het begon te straks ineens echt fucking hard te regenen. En te onweren. En te waaien. Dus we gingen eigenlijk meteen weg. Het is nu 5:15 en we zijn helemaal klaargemaakt. Want wij gaan naar Blanes. Dan gaan we lekker over de boulevard lopen. En we gaan ook wat eten in Blanes. De shot. Zo, we zijn in Blanes. En het is echt super mooi. Kijk de oh, hè, toch kniestikken. Echt mooi. Kenno Vest, daar die rolt. Ze willen dadelijk eigenlijk ook op. We gaan hier weer lekker wat eten ergens. En dan gaan we ook meteen naar de boulevard, want die is hier ook. Dus ik ben benieuwd hoe het allemaal is. Ja,
Hier is ook al mooi hoor, om echt een dagje te zitten. Als het goed is, moet daar dadelijk helemaal de boulevard zijn. Oh, wel lekker uit om te eten. Oh, heel lekker, maar ik zie eigenlijk niks om te eten. Waar zie je dan liefst om te eten? Het ruikt gewoon lekker. Ja, het ruikt wel goed. Ja, dat ook. Dat is goed. Eten is belangrijk. Oh, leuk muziekje op. Ja, allemaal gin hier. Oeh, nou, dan gaan we daarheen. Oké, kom. Want... Nou, dit is ook wel een grappig verhaal. Ik loop hier nog steeds met Sjors. Ja, en ik liet jullie net zien in een restaurant. Waar Sjors zei van, oh, dat is lekker. Nou, ik vroeg, wil je daar eten? Hij zei, nee, we gaan verder kijken. Nou, zijn we heel die straat afgelopen. Ja, 25 minuten lopen. En bij elk restaurantje zei hij, nee, ziet niet lekker uit, nee. Zijn we nu weer helemaal teruggelopen, omdat hij hier wou. Dat heet keuzestress. Gewoon geen keuze kunnen maken. Want ik vroeg nog aan het begin, wil je hier eten? Toen wou hij niet. Maar we zijn terug. Nu gaan we er toch wel eten. Hè, Sjorska? Drie keer raden. Vertel zit jij het vol. Maar. Was hij? Zit vol. Was hij? Zit vol. Hebben we nu serieus? Ja. Maar het zou 50 minuten. Maar het zou echt lekker uit. Ze hebben even de geur erop. Oh ja, daar heb ik echt zo van gehad. Of dit ziet ook wel lekker uit. Lang zoeken hebben we een leuk restaurantje en het eten is er. Ja, tapas, nachos, dat er braaf was. En er komt nog meer aan. Lekker? Eerst kunnen we dingen proeven. Oh my god. Lekker hè? Ik zweer het je. Hij vindt nooit kakkoen lekker, maar dat is fucking lekker. Lekker tapas, inktvisringen. Oh my god, wij gaan zo dik worden. We hebben hier churros. Dit is helemaal voor churros. Ik ga even doen. Oh, lekker. We hebben iets nieuws. Kijk. Oh my god. Dit zit dus helemaal vol met Nutella nou. Oh, deze echt dik maken. Ook goed? Zo, we waren net bij de boulevard, maar er was eigenlijk niet echt heel veel boulevard. We wouden dus voor de grap gewoon zo'n kleine henna tattoo. Alleen is het een beetje een uit de hand gelopen grapje, want we hebben geen letter. We hebben gewoon een hele naam. Ik heb gewoon Sjors hele naam, of ja, dit is Sjors echte naam. Oh, oké. Sjors echte naam, gewoon zo. Mijn hand en Sjors. Laat eens je hand. Fucking lelijk. En hij heeft het ook gedaan, wel echt cute. Maar ja, het is echt lelijk gezet, want eerst had ze het ook nog fout geschreven. Bij mij was ze de fucking O vergeten. Kijk, je ziet dat wel, een beetje slordig. Rennen voor je leven. Morgen gaan we nog een lekker stranddagje maken. Morgen wordt het lekker weer. En... Lekker 8 uur eruit. Oh, verschrikkelijk lekker. Sarcastisch? Nee, echt, dat vind ik wel echt goed hoor. Want dan heb je iets aan je dag. Anders ben je... Want is... Vandaag waren we op het strand 12 uur en dachten, oh, is dat pas ja. Zo goed? Dat is gewoon lekker. Eerst waren we 12 uur uit. Nee, we waren om 11 uur al op het strand. Eerst bij die markt, maar dat was niet veel aan. Toen, ja. Goedemorgen, het is ons weer gelukt om voorop te staan, box. En wij gaan nu lekker eten. We zijn ook helemaal klaargemaakt al. En ik heb het strandfitje aan. Topje zie in, rokje zie in, slippers zie in, tasje Nuno bag. Ja, en dat was het eigenlijk. We gaan lekker vandaag heel de dag op het strand hangen. En we gaan jetski huren. Lekker bij het strand. En er komt echt een hele grote boot aan. Dit is dus een hele tour. Zo vet. Maar we zitten nu lekker aan het strand. Dit is dus een heel mooi kleedje. We hebben allerlei bedjes. Dit is een parasoltje. Vandaag gaan we lekker de hele dag zonnen. Ja, ik heb er lekker zin in. Ik heb lekkere pina colada.
En we hebben allebei club sandwich kip. Hallo. Wij zijn nog steeds lekker aan het zonnen en het is echt heerlijk weer. Ja, we hebben net eigenlijk gewoon de hele tijd lekker gezwommen. Het water is echt super lekker, gewoon echt lekker warm. Dus ja, dat is echt top. We wouden dus eigenlijk gaan jetskiën vandaag. Maar zoals ze zei met zijn slimme hoofd van ja, we gaan er wel om 12 uur doen. Ze zei nee, dan moeten we gewoon meteen om 10:30 doen als het open is. Nou, toen hadden we rustig gedaan en toen kwamen we om 12 uur tussen alles vol. Maakt natuurlijk niks uit, want we doen het gewoon morgen. Maar eigenlijk wou ik het vandaag doen. Maar we maken vandaag dus gewoon lekker een stranddagje van de zon en zo. Het is me ook al best wel verbrand. Die zon is heel fel. We zijn verplaatst naar het zwembad. Want we gaan hier nog even zwemmen. Dat vinden we iets fijner. En we hadden heel veel dorst. Daar kunnen we wel drinken halen. Maar we dachten het is net zo aan het meer zitten. Dus. Dan gaan we hier weer lekker drinken. Eten. Nog een potje toepen. Wij zijn weer lekker terug in het hotel. We zijn ook al helemaal klaargemaakt. Want we gaan nu lekker eten. Dit heb ik aan. Zippertjes. En we gaan nu. George op morgen een tomaatje, want George is echt heel rood geworden. En ik word een chocolaatje. We gaan lekker eten en ze hadden een heel Mexicaans thema. Ze hebben lekker nachos. Kijk, vandaag hebben ze een Mexicaans thema. Echt leuk. Hebben ze hier allemaal sausjes. Ja, alles op, maar net allemaal burritos, hier nachos. Lumpia's. We zijn in het straatje van Magatemar aangekomen. Het ziet er al heel leuk uit. Ook al best druk. We hebben al oorbelletjes voor Jinter gescoord. Sorry. Ja, vet hè. Maar dat is helemaal met plastic gedaan, hè? Ziet dat? Van die plastic tekens. Nu gaan we eventjes dingetjes scoren. Oh, leuk. Kijk, cute. Zo, we zijn even thuis. We beginnen nu al thuis te voelen, Sjors. Ja. We zijn nu even op de hotelkamer. Zo. Want we hebben dingetjes gekocht en dan gaan we hier even neerleggen en daarna gaan we weer door. We hebben echt veel leuke dingen gekocht. Eigenlijk vooral cadeautjes. Maar ja, dat vind ik altijd leuk. Alles is wel ingepakt, dus... Jullie kunnen niet zien, maar het is van een merkje Elena. Magatemar. Dit zijn twee van die olifantjes. Echt heel mooi zijn deze. Deze kan ik wel laten zien. Die zit in een zakje. Die is voor mama. Dit is zo'n riem. Kijk. Hiermee kan je hem sluiten. En dit is dan de riem. En dan hebben we nog een cadeautje bij gekregen. Echt schattig. Ook zo'n olifantje met zo'n slurf omhoog. Kijk hoe leuk. Een olifantje met een slurf omhoog brengt dus geluk, al krijg je het van mensen. En wij geven dit dus weg. Maar we hebben er dus nu ook een gekregen van de winkel. Van die kassa mevrouw is echt lief. Dus deze gaan we goed klaren. Brengt geluk. Hey. Oh my god, 25. Kijk hoeveel we al hebben. Zelfs een keer een 40. En nu shots. Wel grappig, want dit moet je hier helemaal zelf doen. En in Nederland doen ze dat voor jou. Of dan zit er gewoon zo'n ding in trouwens al. Ja, oh my god, 25. Goed zo. Ja. Wij zijn thuisje. En Sjors is zo zat. Sjors zit nu op de wc. Alles onder de kitten. Oh, het back, man. Nee. Wij zijn lekker thuis. Wat moeten ze doen? Weet ik veel. Abonneren, anders ben je geen YouTuber meer. Abonneer en klik, duimpje omhoog, anders ben je geen YouTuber meer. Oh, zo geen YouTuber meer? Dan zijn toch geen YouTubers? Ja, kijken toch? Ja. Dus je hoort het al, abonneer je niet, ben je geen YouTuber meer. Lekker aan het zonnen op het strand. Het is nu 11:30 en we hebben om 11:45 hebben wij gereserveerd bij de jetski. We'll be right back.
en het was echt fucking gaaf. Was leuk? Zeker. Ja, echt gaaf, hè? Echt vet. Op een gegeven moment waren we bij zulke hoge golven. Oh. Zo, wij zijn weer lekker in ons hotel. Ik heb de bandeau van Shein aan. Deze riem weet ik niet, die is van mama. Deze rok is van een boutique in de Kromstraat. Dan heb ik deze hakjes van de Bristol aan. En dit tasje van Shein. We hebben een hele zak vol met vreten. Want, wat gaan wij nu doen? We gaan kaarten, Senna even inmaken. Want ze denkt dat ze elke keer wint, maar ze wint niet. De shit. Bij shit, denk ik dan. Even eten. En daar gaan we denk ik misschien even stream tegen schrijven. Ja, zeker. Wij zitten helemaal in de stream things. En morgen gaan we lekker dag naar het strand. 8 uur eruit. Valvacht. Halfwacht. We zitten ook halfwacht weg, maar 18 gaan we pas weg. Ja, maar dat is wel een goeie. Dat is tactiek. Tactico! Vandaag was ik 8:30 uit was. Maar. Ik dacht ik laat je even slapen. We zijn er wel op tijd uit, 1 keer. Maar de dag ervoor was ik er eerst uit. Oh ja, we wisselen om. Morgen ben jij weer RSP? Nee. Misschien. En morgen hebben we de raad. Zin in! Ik zit nu even op de wc, want we gaan nu lekker middag eten. Ik kijk dan, ik vind mezelf zo bruin. Echt mooi. En ik heb deze leuke kinekevup van Shein aan. We lagen net gewoon heel de tijd lekker op het strand te relaxen. Het is echt lekker. En nu gaan we lekker eten hier in het hotelletje. Oh my god, wij gaan dik worden. Er is fruit met chocolade eromheen. Allemaal cakes en shots. 2 stukken cake. Oh, je hebt ook die gehad. Zo, zijn we helemaal klaargemaakt, want wij gaan dadelijk naar Lorette. We gaan daar lekker wat eten. En daarna gaan we naar een club, want Christian D en Kevin komen optreden, dus dat is wel vet. We zijn in Lorette en we hebben ons eten. Ik heb pasta carbonara, Jos pizza pepperoni, cocktailtje. We zitten trouwens in de 12 restaurants lounge. Maar we gaan nu kijken of het lekker is. Er zijn wafels. Fucking gaaf. Letterlijk overal ditjes. Goedemorgen. Goedemorgen, wij liggen lekker op het strand. Wel lekker ontbeten. Even hier lekker te zonnen. We liggen nu bij het wat rustigere stuk. Want daarachter is echt, echt veel drukker. Ik kan het wel filmen. We liggen lekker bij de zee. En kijk, je ziet ook niet zo heel veel mensen. Maar daarachter. Oh my god, dat is zo druk. En hier is het lekker rustig. Dus hier liggen we nu lekker. Ik heb net ook al lekker boodschapjes gedaan. We hebben allemaal ongezonde shit gehaald. We gaan nu lekker even lunchen bij het hotelletje. Ik heb een jurkje aan van Luxueus in het zwart. Zo'n t-shirt jurkje, echt chill om zo over een bikini aan te doen. Hier staat ook nog. We zijn bij een cafeetje en we hebben allebei een frikandel speciaal. Het ziet wel een beetje gekker uit, frikandel, maar ja, dat is altijd denk ik in buitenland. Zo, zijn we lekker terug in ons hotelletje. We hadden net echt heerlijk gegeten. We hadden net frikandelbroodje op. We hadden er ook drinken bij en het kostte in totaal 12 euro, dus echt geen geld. Dus ja, we hebben echt goed gegeten voor de prijs. We zijn vandaag vroeg thuis, omdat ik en Jos eigenlijk al heel de dag niet zo lekker voelen. Ik denk dat wij allebei, of ja, vooral Jos, want Jos was heel erg ziek geweest. Een voedselvergiftiging had. Want gisteravond werd hij heel erg ziek. Dus vandaar dat ik vandaag eigenlijk niet echt veel gefilmd heb. We houden het vandaag even rustig. En we gaan nu nog eventjes een filmpje aanzetten. En morgenavond is ook al meteen ons laatste avondje. Morgen maken we er een hele leuke avond van. En gaan we denk ik nog even uit eten als hier niet lekker is. Want we waren dus eigenlijk van plan om hier beneden te eten. Maar het was echt niet lekker. Vandaar dat we ook hier die frikandellen op hadden. Maar nee, het was echt niet lekker. We vonden eigenlijk ook niks lekkers. En ja, ik weet niet. Ik lust meestal echt alles. Jos is best wel moeilijk eten, maar ik echt niet.
En ik dus het zelf niet. Dus. Dan zit er mij nog af te kraken. Hoezo? Dat is niet af te kraken, dat is gewoon, dat is juist goed eigenlijk. Ik eet letterlijk alles, weet je hoe slecht dat is en veel? Ja, dat is echt veel. Ik eet echt alles. Nou, niet alles, maar wel echt veel. Je hebt gewoon dingen waar je niet lekker vindt en dat heb ik niet echt. Dat klopt. Ja. Ik wil film kijken. Ja, we gaan nu film kijken. Sam zit er al lang als YouTube verslaat hier vakantie. Ja. Vind je dat? Het is alleen maar leuk op de camera, jongens. Nee, dat is echt. Weet je hoe lelijk dat is? Grapje. Ze is echt leuk. Het liefste van de wereld. Nou, maar ben je wel beter, hè? Nee, ik ben echt niet beter, beter. Wow, maar echt lelijk. Ja, en ik heb hem nog zo'n bloed overgeslagen. Echt kut. Ja, iemand moet sterk zijn in de relatie. Sowieso. Nou, in ieder geval, wij gaan lekker een film kijken, lekker rustig aan hun en eten. Goedemorgen, wij zijn lekker aangekleed. En zijn helemaal klaargemaakt. We hebben echt top geslapen. Dus nu zijn we echt fit. Ben je ook wel fit of schat? Ja, top fit. Hij is ook fit. Hij heeft een heel mooi shirtje aan van Luxueus. Kijk, achter staat dit. In een denim in blue. En dan een AB broekje eronder en zijn slippertjes. En ik heb dit topje van de Zara. Broekje van Stradivarius. Dan tasje Nuno bag. Slippertjes in. We gaan nu lekker eerst even eten. Daarna gaan we meteen door naar Santa Susanna. Want gaan we lekker markt bezoeken. En dan gaan we lekker veel shoppen. Ik hoop dat we echt veel scoren, want dat vind ik echt leuk. Wij zijn aan het walken. Onderweg naar het strand. En ik heb even een ander jurkje aangedaan. Gaan we even bedjes en parasol kopen. Of ja, huren. En dan is die al van ons. Dan gaan we even naar de markt. Gaan we lekker veel shoppen. En dan komen we terug en hebben alvast een goed plekje voor de bedjes en zo. Ik had net wel lekker gegeten. Jos ook. Jos is gelukkig niet meer zo heel ziek. En we weten ook waardoor hij ziek was. We hadden hier nog een koppel leren kennen. En daar sprak ik net mee. En de jongen die was dus ook heel erg ziek geweest. En toen vroeg ik, heb jij kip gegeten? Want ze hadden dus 2 dagen geleden echt van die kipbrokken. Nou, dat had hij gegeten. Toen wisten we dus waardoor het kwam. Want Jos had ook die kipbrokken gegeten. Ik niet en met mij is er niks aan de hand. En de jongen had die kipbrokken wel gegeten. En die waren al heel taai. Zagen er eigenlijk niet zo heel goed uit. Kipbrokken? Serieus? Kip. Kippenpootjes. Ja, kippenpooten. Het waren echt grote kip. Dus hij is ook heel ziek geweest. En wij denken, of ja, weten eigenlijk wel dat hij door die kip komt. Ook 2 nachten is hij heel ziek geweest. Zoals zielig en Jos ook. Dus geen kip meer eten in het buitenland. Dus ja. Best wel lullig eigenlijk. Ziek zijn op vakantie, maar ja, dat kan natuurlijk niet voorkomen. Oké, kan je met deze inzoomen? Nee, niet op prikken. Waar dan? Ja, je moet daar zo. Dan ga je nou eens inzoomen. Dit dikke hoofd past niet op het scherm. Wij zitten nu te eten. Nou, nog niet. Ja, wij zitten bijna te eten. Cola. Wat heb jij? Wat ook extra snel. Ik heb hamburger klassico. Zo, dit is toch eens lekker. En shorts. Kijk hoe blij hij is. We zijn in Calella. Het is een beetje dood hier en het stinkt ook echt. Het merkt hier zo erg. Het is niet normaal. Het is hier ook zo trubbelig of zo. Kijk, dit is dan open en de rest is allemaal dicht. Er is hier eigenlijk echt helemaal niks. De meeste winkels zijn dus al dicht. Echt super stom. Dit is zo kut. We hebben letterlijk alles gemist. Letterlijk. Een minuut te laat. Oh, nu moeten we een uur wachten in dit shitstadje. En dat gaan we echt niet doen, want we hebben allebei heel veel honger. Het is 10 uur. We hebben nog niks gegeten. En het is warm, stink. Dus we pakken gewoon een taxi. Heel dom. Dan we nu gewoon dubbel weer betalen. Maar ja.
Het is 10:30 en we zitten eindelijk bij heel leuke restaurantjes. Gewoon hier in Montgatemar. We hebben net een taxi gepakt. En we hebben allebei echt een heerlijke cocktail. Zijn mensen aan het optreden. Echt heel leuk. Goedemorgen, het is 9 uur en het is vandaag de laatste dag. Laatste halve dag hier, we hebben heerlijk geslapen. Ik heb even alle koffers helemaal ingeladen nu. De grote koffer zit vol, deze koffer zit vol en deze. We hebben hier ook nog een tas en hier heb ik even de kleren voor straks. Allemaal ingedaan, nog even shampoo en parfum en die dingetjes. Want daar hebben we allemaal nog nodig. Het laatste ontbijtje in het hotel van de vakantie. We zijn nog voor de laatste keer door het winkelstraatje gelopen. We hebben allemaal leuke dingetjes gehad. Dan gaan we terug naar ons hotelletje. Dan gaan we alle koffers meenemen, want we moeten naar de kofferkamer. Het is 10:30 en 11 we moeten we uitchecken. De koffertjes staan klaar, tasje. Ja, we hadden nog echt veel bier over, dus ik denk dat het zet daar gewoon neer. Het is ook weer warm vandaag. Is niet normaal. De deur is dicht. En nu gaan we de koffers wegbrengen. Wij hebben de bananensplit. Oh, hij ziet er echt goed uit. En ik heb een cocktail, de Tropical Park cocktail. Deze ook echt goed, hè? Echt lekker. Jos heeft de pina colada. En nu gaan we lekker eten. Oh my god, we hebben Mackie en ja, deze voor jou. Oh, dat is echt goed. Kijk hoe lekker. Apple pie, natuurlijk, heel lekker. Deze is voor mij. Wow, dit echt lekker. En Jos heeft met dubbel burger. Jos die gaat die aquarius halen, want dan krijgt hij een Twix erbij. Wij zijn weer lekker thuis van de vakantie. Ik heb echt een toffe vakantie gehad. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. En dan zie je mij de volgende keer terug.